اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين in het vorige deel hebben we een hadith gelezen die is toegeschreven aan Imam Hassan al-Askari Waarin hij vertelt dat een man zijn vrouw stuurde naar Fatima tuz Zahra om een vraag te stellen: Behoor ik tot de shiite van de Ahlul Bayt of niet? Fatima tuz Zahra gaf het volgende antwoord: In kunte ta'amelo bima emarnaak wat ten tehi amma ze jarnaak an, fa'entemin shiatina wa illa fella. Als jij handelt, Volgens onze bevelen. En als je afziet van de dingen die wij hebben verboden. Dan behoor jij tot onze Shiiten. Zo niet, dan niet. Als je handelt volgens onze leer. Volgens dingen die wij bevelen aan jullie. Als je afziet van de dingen die wij hebben verboden. Goed, dan behoor jij tot onze Shiiten. We zien in deze overleveringen. En andere overleveringen die we hebben gelezen in het vorige deel. Dat de nadruk... In de definitie van Shi'ite is gelegd op uh, de, het praktische aspect van het Shi'isme. Shi'ite zijn is niet enkel geloven en liefhebben, maar Shi'ite zijn betekent dat je ook praktiseert en handelt volgens de leer van de Ahlul Bayt. Geloven in hun leiderschap is niet genoeg, hun liefhebben is niet genoeg. Hiernaast moet je ook praktiseren. Praktiseren is. Een zeer belangrijke en nodige voorwaarde om een volwaardige shi'it te zijn. Goed, deze overlevering gaat als volgt door. Deze vrouw keerde terug naar huis en vertelde het antwoord van Fatimah zahra salamallah alayha aan haar man. Toen haar man het antwoord van Fatimah toezahra salamallah alayha hoorde, begon hij zichzelf te verwijden. O wee mij. Wie is vrij van zondes en fouten? Ik zal dan eeuwig in het helle vuur blijven. Want iemand die niet tot hun volgelingen behoort, die zal eeuwig in het helle vuur blijven. Hij begon te huilen. Hij begon uh, zichzelf te verwijden. Wat moet ik nu doen? Ik heb zondes. Uh, ik maak fouten. Ik behoor dan niet tot hun shiite en dan heb ik problemen in het hiernaam Goed, er stond een crisis thuis. Deze vrouw ging terug naar Fatimato Zaharato om... De reactie van haar man aan haar uit te leggen. Fatima Zahra salam alaihi wa zei het volgende. Zij kolile zegt tegen je man, lees haar Nee, zo zit het niet in elkaar. Het is niet zo dat jij dan uh, naar het helle zal gaan. Niet iedereen die niet tot onze shiite behoort, zal naar het hel gaan. Er is hoop voor degene die niet Shiit zijn. In deze definitie, volgens deze betekenis. Mensen die handelen volgens de leer van de Ahlul Bayt, die hun als voorbeeld nemen in hun leven. Fatima tuz Zahra, salamu alayhi wa sallam, zegt: min Onze volgelingen, onze Shiiten, zijn de beste van de inwoners van het paradijs. Goed, het paradijs heeft verschillende verdiepingen, verschillende niveaus. De beste plaats van het paradijs behoort tot.

als ze Deze personen die ons liefhebben, die bevriend zijn met onze vrienden, die vijand zijn met onze vijanden, zij behoren niet tot onze shi'iten als zij onze bevelen overtreden. Als zij onze geboden en verboden overtreden, dan behoren zij niet tot onze shi'iten. Maar ze zijn wel liefhebbers. Ze zijn wel bevriend met onze vrienden en vijand met onze vijanden. Goed. Fatima tuzahra, zahra alayhi wa maakt hier een duidelijke onderscheiding tussen liefhebbers van de Ahlul Bayt en de Shiiten en volgelingen van de Ahlul Bayt. Liefhebben, dat kan iedereen doen. Maar Shiit zijn betekent dat je ook gaat handelen. Dat je deze liefde omzet in praktijk en gelijkenissen probeert te tonen met de Ahlul Bayt, salamallahu wa Fatima tuzahra legt hiermee uit: liefhebben is niet genoeg. Je distantiëren en afstand nemen van onze vijanden is niet genoeg. Je moet ook uh, je leven aanpassen, je levenswijze aanpassen aan onze leer. Pas dan kan je jezelf een volwaardige Shiit noemen. Goed, zij zijn de beste inwoners van het paradijs. Maar degenen die geen Shiit zijn, maar wel liefhebbers zijn, hebben zij een kans om, het, om in het paradijs te komen. Ja, Fatima met alaihi Zahra, salamalla zegt. وهم مع ذلك في الجنة onze liefhebbers zullen desundangs in het Paradies kommen Maar ولكن بعدما يطحرون of beter gezegd يطحرون من ذنوبهم Maar er is een voorwaarde Zij zullen het Paradies betreden Maar pas na ze zijn gereinigd en schoongemaakt van hun zondes. Hun zondes hebben hun ziel Vies gemaakt, onrein gemaakt. Met zo'n ziel, met een onreine ziel, kan een mens het paradijs niet betreden. Hiervoor moet hij eerst gereinigd worden. Goed, op welke manier wordt de ziel van een persoon gereinigd van zijn zondes? Wacht met de om drie wegen op. Eén, Bil wa Razaia. Als een persoon natuurlijk uh, geen Tawbah heeft gedaan, niet berouw heeft getoond van Allah wegens zijn zondes en uh, zijn leven heeft aangepast opnieuw. Goed, dan zal hij enkel het paradijs betreden door beproevingen en rampen te doorstaan in dit leven. Of hij zal de moeilijkheden op de dag des oordeels moeten doorstaan. Of, of hij zal uh, een periode in, het bovenste, in de bovenste verdieping van het hellevuur zijn en daar bestraft worden, daar uh, gekweld worden met de kwellingen in het uh, helle vuur totdat wij hun van het hellevuur bevrijden en hun brengen naar ons uh, bijzijn in het paradijs.